nu net groep 1-2 Heilig Hart gehad, dan ben ik wel benieuwd wat er bij de kinderen van 1-2 Noorderpoort allemaal is gebeurd deze week. Van 1-2 Noorderpoort. Hallo. Of wat zeggen we dan? Joejoe. Want Pip, wij hebben een hele spannende week beleefd en dat heeft iedereen op Zomerspelen TV kunnen zien. Jazeker. Maar wat is er nou vanochtend nog gebeurd? Nou, vanochtend kwamen we erachter dat Sherry helemaal niet zo slecht is en dat zijn hart gewoon bevroren was door Madame Blanche. Dus eigenlijk alles wat misging deze week lag aan haar. En hoe kwamen we erachter? Nou, wij probeerden dus Madame Blanche en Sherry te straffen door ze heel warm te maken en toen ontdooide Sherry. Ja, en wie kon daar niet zo goed tegen? Madame Blanche. Dus wat gaan wij nou doen met Madame Blanche? Ja, ik denk dat we nog een beetje extra moeten straffen met nog heel veel meer warmte. Ja, misschien kan Sherry even helpen zodat de kindjes heel goed kunnen kijken hoe wij Madame Blanche gaan straffen. Want wat hebben onze kindjes allemaal bij? Nou, vanochtend... Kijk, daar zie ik ze al. Ja, ze hebben ze heel goed bij zich. We hebben ze namelijk onder andere gestraft met de reflectie van de spiegeltjes. De spiegeltjes van de spiegelkoningin. En die hebben ze allemaal meegenomen hier naartoe, zodat we nu nog meer Madame Blanche kunnen straffen met alle warmte. Dus wat doen we, kinderen? Kunnen alle spiegeltjes eventjes omhoog? En dan gaat Klaas en Suikerbuik en Ginger en Sherry een hele grote knuffel geven. Ja, want ik denk dat de spiegeltjes alleen niet genoeg zijn. Nee, dus een knuffel. En zwaai maar met die spiegeltjes, kinderen. Het wordt steeds spiegelen. We gaan het heel warm maken. Oh. En een goede groepsknuffel. Oh, we hebben iets meer nodig, kindjes. Kan het iets harder? Goed zo. No. Sherry, no, wat doen jullie? Ah, het is zo warm. Sherry, zien we er nog? Wat gebeurt er? Nee. Ik zie het niet. Iedereen staat ervoor. Waar is ze nou gebleven? Ik zie alleen heel veel rook. Heel veel rook. Sherry, wat is er gebeurd? Waar is ze? Zie je dat, Ot? In een fles. Ze is helemaal gesmolten. Sherry, ga het eens aan de kindjes laten zien. Zien jullie dat, kinderen? Werd de warmte er dan toch te veel? En kan ze nooit meer terugkomen naar de toetjesvallei. Dat is wel heel goed nieuws, want nou blijft het daar lekker warm. Dan kunnen wij nog één keer een feestje vieren. En mogen alle kindjes van 1-2 Noorderpoort gaan staan. Yo, gek, kom je mee zingen met mij? Ja, tuurlijk doen we dat een keertje met z'n allen, kinderen. Gezellig. En ook de panzermannen mogen de handjes in de lucht doen. Ja, ja. Ook achterin. Ik ken een plekje. Ga mee dan ontdek je. Veel zoete dingen. Waar wij over zingen. In de toetjesvallei. In de toetjesvallei. Al het zoet maakt me blij. Al het zoet maakt me blij. Slagroom, ijsschelen, blak. Sorbet en chocola. Pak je lepel erbij. In de toetjesvallei. Schoon hem aan bij die muesli. Alles bevroren,
in de toetjes vallen. Al dat zoet maakt me blij. Al dat zoet maakt me blij. Slagroom en die schele bla. Sorbet en chocola. Pak je lepel erbij. In de toetjes vallen. In de toetjes van lijf. Al dat zoet maakt me blij. Slagroom, ijs, schele bla. Sorbet en chocola. Pak je lepel erbij. In de toetjes van lijf. Lekker bier is weer. Tot ziens. Ja, kindje. Ja, ja. Ze lopen hier rustig naar beneden. En ook de kinderen van groep 1, 2 Noorderpoort kunnen vanavond gewoon lekker rustig gaan slapen.